deze mooie lentedag staan we hier in Amsterdam voor het Park Hotel voor een review event van Infamous Second Son. Het is natuurlijk een van de grootste releases deze maand en eigenlijk dit jaar. Dus we kunnen niet wachten om de game te spelen. We zitten nu in de lobby, maar straks gaan we naar boven om te luisteren naar een presentatie van regisseur Nate Fox over Infamous Second Son. En daarna gaan we ook gewoon lekker aan de slag om de game te spelen. You guys need any help? It's one of those freaks! Whoa! No! In Infamous Second Son, the story revolves around this everyday kid, Delson Rowe, who discovers he has these powers. And the government, when they find out that he has these powers, starts chasing him down, and he needs to find other people who are in hiding with powers to save the people he loves. The title of the game is Infamous Second Son, and Second Son refers to the fact that Delson's the younger brother of this guy Reggie, who is this successful student. He's good at athletics, he has a job that everybody respects, and Delson fails to get respect, and he wants to be great, but doesn't know how to do it until he gets these powers. The story charts him kind of coming into his own as a person. So you see him blossom. It's kind of a coming of age thing. And I like that Delson starts flawed and matures under the player's guidance to become his own man. Well, with the PS4, as you might imagine, we definitely tried to make the graphics improved, both in the rendering of the city and also in the facial motion capture of the actors, which I think brings a level of kind of emotional connection to scenes that we haven't seen before. But I think as a gamer, one thing you're going to notice is that we have more going on in the city, even when you're not doing anything. We have the DUP occupying all districts, and they're there harassing citizens, stopping cars all the time. We have this big simulation going so that it feels more natural, more alive. And that is all because of the PlayStation 4. We couldn't have done that before. We hebben zojuist naar een korte presentatie gekeken van Nate Fox over de game Infamous Second Son. En daarbij heeft hij een beetje verteld wat de mogelijkheden zijn in Seattle. Je kan dus eigenlijk goed of slecht zijn en die keuzes die kan je maken tijdens het verhaal, maar ook tijdens de gameplay. Bijvoorbeeld vermoord je iemand of vermoord je hem niet. Dat kan je echt bij alle gasten, dat kan je dat gewoon beslissen. Daarnaast heb je nog heel veel verschillende soorten vijanden. Je hebt bijvoorbeeld de lichtgewicht vijanden die met lichtere wapens op je schieten. En daarnaast de sterkere vijanden die speciale krachten net als jou hebben. Om te zien hoe dat allemaal werkt gaan we nu even de game zelf uitproberen. Het review-evenement zit er inmiddels op. We hebben naar een presentatie gekeken. We hebben hem ook uitgebreid kunnen spelen. En ik moet zeggen dat het echt een heel vette game is. Wat we eigenlijk al hadden verwacht. Hij haalt het maximale uit de PlayStation 4. Dus iedere PlayStation 4-bezitter die wil deze waarschijnlijk wel in huis halen. Eind maart komt hij uit.